Dag allemaal, hier zijn we weer. Pseudo Aurelius Victor De Vita et Moribus Imperatorum, boek 40, paragraaf 3 en 4 ook. Hier zo, even kijken. 3, 4 en ook zelfs 5. Regel 3, 4 en 5. We lezen verder. Hun dood was iste, deze, de volgende. Relatieve aansluiting hier. Het en van deze, en van hen was de dood het volgende. Dus hij gaat alle keizers, mensen die hij genoemd heeft, gaat hij hier nu noemen en dan hoe ze gestorven zijn. Severus Keizer, en dat was dus deze figuur, Severus Keizer, die extinguitur, die wordt letterlijk uitgeblust, wordt ofwel gedood, door Herculius Maximianus, dat is deze figuur. Ja, eigenlijk Roma is te Rome, maar ik zeg ook wel bij Rome hier, want het was namelijk Atres Tabernas. En wat is Atres Tabernas? Dat is een plek aan de Via Appia. Nou, gaan we weer even een ander plaatje. Hier zie je de Lapicaanse weg. Hier is niet ingekleurd de Via Appia. Die loopt nog heel stuk door. Ongeveer, een stukje buiten beeld. Zo'n 50 kilometer van Rome. Daar lag een plek waar allerlei wegen bij elkaar kwamen. En dat waren ook drie winkeltjes gevestigd. En dat noemden ze dan de Tres Tabernae. Oftewel de drie winkels eigenlijk. Werd bij de drie winkels gedood. Niet in Rome, maar bij Rome. Dat is gewoon dit woordje Romei. En zijn funus, zijn stoffelijk overschot, zijn lijk, wordt geplaatst, of werd geplaatst, praetus historicum, dat in zit hier zo, maar dat moet je dus hiervoor plaatsen. In het graf, sepulchrum Gallieni van Gallienus keizer. Een heel stuk geleden, ongeveer 50 jaar geleden. Het graf, daar verwijst Quod naar, dat van de stad verwijderd is. Per Appiam Viam, langs diezelfde Via Appia, waar ik net over had. Waar dit dus ook aan lag. Atres Taberna 50 kilometer, dus ongeveer... heb ik aan het lopen uitrekenen, zo'n 28 mijl, als ik het goed heb. Nee, dat is niet waar. Nee, wacht, ik klets. 34 mijl ongeveer. Maar dat graf lag dus langs de Via Appia 9 milibus, 9 mijl. 9000 tallen van pas, hè. Galerius Maximianus, dat was... deze figuur, Galerius Maximianus Armentarius, we hebben hem ook wel leren kennen. Die defecit, die kwam om, zeg maar zeggen, consumptis genitalibus. Letterlijk met aangetaste genitaliën. Dus in ieder geval een ablativus absolutus. Nadat zijn genitaliën aangetast waren. Hij leed aan een vreselijke ziekte. Met allemaal vreselijke nare vergroeiingen en een ontzettende stank. Wordt ook wel verteld in andere teksten die eruit oprees uit zijn lichaam. En dat blijkbaar was dat dan bij zijn genitaliën. Goed, daar is hij aan overleden aan die ziekte. Maar Maximianus Herculius, dat was weer deze figuur. Dus die net genoemd was als moordenaar van Severus. Zat hier, hè, maar die ging dus zelf ook dood. Waar zijn we hier? Poinas dedit, oftewel betaalde boete letterlijk, oftewel werd gestraft. Nadat hij door Constantijn bij Massilia, dat is Marseille, was belegerd op Sidere, belegeren. Dat hebben we in de vorige verhaal ook gezien, dat die koning belegerde Rome. Daarna gevangen genomen. Dus nadat hij was belegerd, nadat hij daarna gevangen genomen was, werd hij gestraft. Poinas dedit, dus betaalde boete. Hoe? Nou, met de soort van dood, genus soort of type. En mortis is dan genitief daarbij. En dan postremus, het meest eerloos, het laagste, het uiterste. Met de meest eerloze soort van dood. Namelijk, ablativus absolutus, nadat zijn cervicibus, zijn hals, nek of hier meervoud nekwervels, fractis, ppp van frangere breken. Nadat zijn nekwervels gebroken waren, laqueo ook ablativus, met een strop. Hij was dus opgehangen door Constantijn. Dat vonden ze blijkbaar in die tijd de meest eerloze vorm of manier om te sterven. Goed, ik kan bij een kort filmpje vandaag andere keer verder over deze andere dode mensen, dode keizers. Tot zover.